geweldige palmbomen en stranden. Wow. We gaan ons vermaken. Zo mooi. Wat een perfect strand. Rust en stilte. Wie is dat? Huh? Hoi meiden. Wisten jullie dat hier zeemerminnen wonen? Ik ben een groot fan. Wat? Ik snap het. Ze is gek. Sorry, ik heb een telefoontje. Wil je zeemerminnen vinden? Sorry, mijn boek is zo interessant. Wat is dit ding? Wie heeft deze ketting verloren? Ja, we hebben plezier. Auw! Wat? Hoe is dat gebeurd? Wat is er mis met deze hanger? Wat is er aan de hand? Daar ben je, Dorothy. Ik heb overal naar je gezocht. Wil je zwemmen? Laat me je helpen. Nou, laten we naar het hotel gaan. Wat is er mis met jou? Waarom roep je? Huh? Ik heb een staart. Wat moet je nu doen? Is je vriendin ooit in een zeemermin veranderd? Oh, ik mis de oceaan zo erg. Wat is er, bestie? Ik ben een zeemermin. Maar mijn kamer heeft geen oceaanspullen. Ik moet mijn vriendin helpen. Kom met me mee. Voeg wat groen toe aan onze lamp. Een zee is niet goed genoeg zonder schelpen. Laten we het bed bedekken met zachte onderwaterwezens. Er is niet zoiets als te veel schelpen. Kunstmatige koralen. Voilà. Koralen en begroeiing bij het bed. Laten we een kwal maken. We moeten tulle in repen snijden. Spreid het uit. En maak er een kwal van. Hang er zeepaardjes, vissen en andere oceaanwezens op. Het is net alsof ik in een aquarium ben. Meer tulegolven op het bed. Laten we ook een blauwe stoffen baldakijn toevoegen. Tritons Dritrand, raak het zeelicht. Leuk! Zeemermin wordt wakker. Je huis is helemaal klaar. Het is net een echt onderwaterkoninkrijk. Kwallen en vissen? Het is perfect! De zeemermin zal het prachtig vinden. Alsjeblieft, vertel het niet aan de hotelmanager. Hallo, mijn nieuwe oceaanvrienden. Wow, zoveel water. De vochtigheid in deze kamer is waanzinnig hoog. Het is een echt oceaanparadijs. Jammer dat ik niet kan praten onder water. Mijn mooie benen. Ik mis echt mijn knieën. Zal ik echt nooit meer schoenen kunnen dragen? Mijn knieën. Dorothy, zo erg is het niet. Niet zo erg. Ik zal je helpen. Maar helpen? Nee, het is nog steeds dezelfde staart. Maar dan met slippers aan. Goed dan. Sorry dat ik stoor. Kunt u ons ergens mee helpen? Natuurlijk. Wat schijnt het probleem te zijn? Is het niet duidelijk? Mijn vriendin heeft een staart gekregen. Ze vond een ketting of zoiets en ze pakt het op. Ik heb een staart en ik ruik naar vis. Hey Doc. Wakker worden. De zeemermin is er nog.
Geweldig. Hier is je visvoerrecept. Wat? Huh? Is dat alles? Dit is zo beledigend voor zeemeermensen. Huh? Wat? Oh nee. Dorothy, ze hebben sushi van je gemaakt. Verrassing. Ik heb een grap met je uitgehaald. Een zeemeermin-grap. Dat was hilarisch. Rol de zee in. Ik zwem weg. Zullen we gaan zwemmen? Misschien zien we wel een zeemeermin. Kijk, daar is een draak. Een wat? Huh? Nee, die bestaan niet. Ben je gek geworden? Ik ga zwemmen. Wacht even. Kijk eens wat daar is. Wow. Een staart? Dat is een zeemeermin. Een zeemeermin? Ik kom naar je toe. Waar is ze? Waar is ze heen? Ze is weer weg. Huh? Oeps, sorry. Mijn fout. Het eiland zit vol met gekken. Geweldig. Draaien. Kijk naar de camera. Huh? Wat is dat? Een staart? Dit is zo creatief. Een modellenzeemermin. Ik heb je. A's voor zeemermin-fans. Zeemermin, je bent er! Judy, ga zitten en ontspan. Ik heb je fan afgeleid. Wat doe je hier? Polly, kijk eens wat ik gevonden heb. Een mysterieuze fles. Huh? Laten we eens kijken wat erin zit. Het is een kaart. Maar het mist een stuk. Jongens, willen jullie ons vertellen welk ontbrekend stuk hier het beste in past? De eerste, de tweede of de derde? Geef jullie antwoord hieronder. Dorothy, hou je mond. Wat? Wil je concurreren met een zeemermin? Kijk wat ik kan. Wow, Dorothy, hoe deed je dat? Ik ben een zeemermin. Kijk, ik kan draagbare watertanken maken. Wow, zo cool. Yay! Woeps. Dorothy, kijk uit voor mijn handen. Nou, het is al goed. Meisjes, kijk eens wat ik heb. Huh? Wauw. Dat is een zeemeerminstaart. Hij is echt. Mag ik hem aanraken? Kijk, zeemeermannen. Een heleboel. Huh? Waar? Ik kan het niet zien. Huh? Hé, waar ben je geweest? Laten we opschieten, zodat ze ons niet kunnen inhalen. Deze keer zal ik grondig zijn. Laten we beginnen met een zeemeerminfotojacht. Ik ben vastbesloten dit voor elkaar te krijgen. En ik geef niet op. Hé, kijk, het is Judy. Daar is ze. Deze keer krijg ik echt bewijs. Wow, geweldige foto's. Hoi, ik heb sensationele zeemeerminfoto's. Wil je ze publiceren in de krant? Echt? Hmm. Dus dit zijn de schokkende foto's? Ze zijn wazig. Hé, bewaker. Huh? Wat? Hoe durf je? Het is wasdag. Ik zal je helpen. Polly, alsjeblieft. Nee, we wassen geen wit vandaag. Oh nee, zij is het. Waar? De ventilator. Dag Chad, spreek je later.
Wat gaan we doen? Ik heb een idee. Hey jij daar. Ook de was aan het doen? Ja, ik ben net de wasmachine aan het inladen. Laten we samen de was doen. Kom op, zet je wasmachine aan. Doei. Dorothy, gaat het? Hier, veeg het schuim eraf. Het spijt me zo. Oeps. Ik mis het echt om een mens te zijn. Ik had veel plezier. Benen hebben is geweldig. Je kunt dansen, rennen, springen. Ik wou dat ik benen had. Ugh, die glibberige staart weer. Ik heb het. Ik heb je gevonden, Zemermin. Nu kun je je niet meer verstoppen voor me. Wat is er mis met me? Wow, ik heb een staart. Wow, mijn benen zijn terug. Ik ben weer mens. Oh yeah. Ik ben een zeemermin. Wauw. Een magisch amulet. Mijn droom is uitgekomen. Twee benen hebben voelt geweldig. Ik kan weer doen wat ik wil. Springen en dansen. Oh ja. Ik heb zelf het scheren van mijn benen gemist. Wat? Schubben? Oh nee, ik ben weer een zeemermin. Alles behalve dit. Niet weer. Staart omhoog. We kunnen het maken. Auw!